Vanaf oktober gaat het muntplein grotendeels dicht voor autoverkeer. Volgens bewoners en ondernemers betekent dat opstoppingen, files en grote verkeersproblemen. Er zou een verkeersinfarct kunnen ontstaan. Maar de gemeenteraad wil het toch hebben. En het gaat door. We gaan erover praten met raadslid Jan Bert Vroeger van D66. Welkom. Dank je. En raadslid Marijke Schervari, fractievoorzitter van het CDA. Welkom. Um, voor de mensen thuis die u nog niet. kennen. De heer Vroege, u kwam vanuit de deelraad van Oost twee jaar geleden in de gemeenteraad terecht voor D66. En u was een warm pleitbezorger van de bomenkap en de herontwikkeling van het Oosterpark. En daar hebben wij het in Amsterdam polis ook nog over gehad. Maar tegenwoordig is het Oosterpark veranderd in een groot waterballet. Meneer Vroege, heeft u zichzelf niet vergist? De plannen waren wel mooi voor het Oosterpark. Maar in de uitvoering, en vooral de waterafvoer, is niet alles optimaal verlopen, zo lijkt het. Het is nog veel natter dan het zou moeten zijn. En volgens mij wordt er nu hard gewerkt in het stadstel Oosten om dat te verhelpen. Dus ik ben er overtuigd dat over een jaartje is het Oostpark weer hartstikke mooi is. Ook okay. droog. Oké, okay, dan uh, spreken we over een jaar. Mevrouw Shashavari, u was bij ons in Amsterdam Polis uh, met de Kerstspecial. En toen hebben we een interview gehad over uw religieuze beleving tijdens Kerst. Uh, het is alweer voorjaar en uh, Pasen is voorbij. Heeft u goed paasfeest gehad? Ja, heel leuk. Uh, ook Persisch Nieuwjaar gevierd. Dat valt no Roos. No Roes. Uh, en Pasen gevierd. Oké, okay. nou welkom uh, hier en we gaan het nu hebben over iets heel anders, namelijk het Muntplein. Wat gaat daar gebeuren? Uh, de Vijzelga Vijzelstraat wordt autovrij, uh, de Singel, daar mogen ook geen auto's meer rijden strakjes. En wat je gaat krijgen is dat er alleen nog auto's vanaf de Amstel richting het Rokin mogen komen. Wat nu een verkeerspunt is waar alle stromen samenkomen, zal straks een groot deel ja, autoluw zijn, zoals we dat noemen. Uh, dat moet gebeuren voor voetgangers en fietsers, zodat het wat minder druk zou worden in de stad. En meneer vroeger, u diende vorig jaar april een motie in om dit voor elkaar te krijgen. U heeft daar meerderheid in de raad mee gehaald. Dit is dus helemaal uw plan. Uh, niet helemaal. De helft was mijn plan. Inderdaad, de Amstel één richting maken, zodat daar veel meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Uh, en dat single ook vrij voor auto's, zodat je daar ook twee kanten op kan fietsen. Mm -hmm. Dat was ons plan. Het uh, nieuwe plan van VVD-wethouder Ik gaat nog een stuk verder. Dat is dan een vrij vooruitstrevend plan. Uh, uh, en die zegt inderdaad ook de kop van de Vijzerstraat. Uh, daar maken we een knip. Oftewel, je kan niet met de auto doorgaan vanuit de Vijzerstraat uh, de stad in. Nee. Bent u daar tevreden mee? Uh, het, ik vind het een heel vooruitstrevend plan. En ik denk ook een heel verstandig plan. Uh, uit de cijfers die uh, uh, pas uh, naar voren zijn gekomen uit het uh, kentekenonderzoek. Terwijl er is gemeten hoeveel verkeer is in de stad. En wie zijn het precies en waar gaan ze heen. Blijkt dat 60% van de auto's die door de binnenstad rijden, die hebben daar eigenlijk niks te zoeken. Die rijden bot van oost naar west, maar rijden gewoon dwars door het centrum heen. Als je dat, dat soort verkeer kan verleiden om een andere route te nemen, ja, dan wordt die binnenstad een stuk beter. En er komt dus meer ruimte voor de fietsers en voor de voetgangers. Oké, okay. dus uh, meer ademruimte voor fietsers en voetgangers. Ja, we hebben het in het vorige gesprek ook gehad over Airbnb, toerisme, drukte. Dus dan komt u dat misschien ook tegemoet. Uh, mevrouw Sjersavari, u bent van het CDA. Hoe kijkt u hier tegenaan? Grotendeels afsluiten van het Muntplein. Nou, wat ik het probleem uh, hiervan vind, is dat uh, je hebt allerlei uh, wegen en weggetjes... Uh, ...waarmee je uh, via welke je met de auto het centrum in kunt. En nu sluit je de grootste straat af en alle kleine straatjes, die blijven open. Dus als het bijvoorbeeld gaat over de Utrechtse straat... Langs de Amstel, daar kun je De grachten. De grachten, dat zijn allemaal hele piepkleine straatjes. Die dus het is open. een soort van lichaam waarbij je zegt, we sluiten de aorta af. En dan moet al het verkeer maar even door de alle kleine haarvaatjes gaan. Ik denk dat het veel problemen gaat veroorzaken. Een verkeersinfarct? Dat zou zomaar kunnen. Kijk, ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik ben niet overtuigd van de verkeerskundige modellen die zijn voorgelegd. Er wordt ook gezegd dat er op andere plekken het verkeer gaat toenemen. En als je nu al kijkt, bijvoorbeeld op de Amstel, het staat daar echt dagelijks gewoon vast. Omdat daar wel tweerichtingsverkeer is, bijvoorbeeld een heel klein straatje. Ja, ik vind dat onverstandig dat je de grote straten sluit en de kleintjes openhoudt. Ja, en de straten van de Amstel, dan heeft het over die straat die naar het Muntplein gaat en terug. Uh, nou, dan bedoel ik ook nog uh, het verlengde daarvan. Oh ja. Uh, wat daar langs loopt. Ja, wat daar ja, langs loopt richting, eigenlijk. Uh, uh, met de Amstel mee eigenlijk ja, helemaal. Oké, okay, dan even voor de mensen die Amsterdam goed kennen: dat, uh, dat is een straat die loopt helemaal door richting de Nederlandse Bank. Ja. Hoe dan ook, uh, mevrouw Safari is duidelijk. Mevrouw Safari denkt dus dat al die auto's en vrachtwagens. die daar nu op het muntplein gaan, die gaan straks gewoon de grachten op. Dat wordt één grote verkeerschaos waarschijnlijk. Misschien niet allemaal, maar een nou, groot niet deel. niet allemaal, maar een groot deel. Nou, ik denk dat er. A, veel minder auto's in de stad komen. Omdat mensen die van buiten komen, eh, als ze hem gewend zijn dat het moeilijker is om met de auto de stad in te komen, dat ze daarvoor alternatieven gaan kiezen. Dat je buiten het centrum omrijdt of als je de stad moet zijn, dat je parkeert aan de rand. Dus veel minder verkeer is dus ook een beter doorstroming. En wat de grachten betreft, eh, ja, daarin voorspelde de, 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 de model ook dat daar heel druk wordt. Uh, dus de wethouder had ervoor gesteld om daar ook een knip in te brengen ten hoogte van de Leidse straat. Een knip. Ook, ook een knip. Ook een knip. Ja, dat je niet van oost naar west over de gracht kan rijden, maar alleen maar west een rondje kan maken. Maar wacht even, dus de, 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 als ik u mag onderbreken, de wethouder wilde dus, en dat was geloof ik bij de Leidse gracht, ja. als ze toch veel stratenkennis hebben, uh, de wethouder wilde dus dat die Leidse gracht zou worden afgesloten. Ja. Dat er geen sluipverkeer zou zijn. Ja, dat je wel uh, linksom of rechtsom een rondje kan maken, maar dat je niet de hele gracht over kan rijden van oost naar west. Uh, gek genoeg, de bewoners die daar wonen, die gingen daar, uh, uh, waren er echt ongerust over, die wilden dat niet. Die zeiden, nou het gaat best wel meevallen met de overlast. Uh, dus waarschijnlijk wordt het voorstel, we gaan het pas in juni bespreken, om voorlopig die knip niet te doen, te kijken hoe, hoe het gaat. En als inderdaad de overlast toeneemt en er veel sleepverkeer is, dat we dan alsnog nog die knip maken. Ja. Uh, maar waarschijnlijk gaan we voorlopig dus de voelt, lijst graag open houden. Voelt u wel of niet voor die knip? En dan zegt u nu natuurlijk, ik wacht het onderzoek even af, maar wat wilt u die knip ook nog hebben? Dat is wel extra autolieuw natuurlijk hè? Het is extra autolieuw, maar die knip was vooral bedoeld om de buurt niet overmatig te belasten met slijfverkeer. En als bewoners zeggen, we hebben er geen last van, ja, dan hoef je het ook niet op te lossen. Dus laten we eens even kijken hoe het gaat lopen. Kijken hoe het gaat als de plint, de plint is heringericht. En als die later toch heel veel slijfverkeer uh, over de grachten gaan, dan komen de bewoners zelf met ons terug met okay. zoek, zet die paaltjes dan neer. U, u kijkt mij aan, hoe ja. kijkt u dat tegen Nou volgens mij vaarding. is dat helemaal niet wat de bewoners zeggen. Dat ze denken nee. dat ze er geen last van zullen bewoners krijgen. De bewoners verwachten overlast. De bewoners verwachten overlast, maar die verwachten <coughs> ook nog eens. Als die knip er ook nog wordt gedaan, dan is het voor sommige mensen heel lastig um, om uh, naar hun plek van bestemming te komen. Dus je, je maakt de bewoners ook lastig. Dus... Als je echt wil dat het binnenstad autoluw wordt, waar ik echt wel voorstander van, bent, van ben... maar je wil wel de bewoners uh, uh, en de mensen die daar werken het mogelijk maken om uh, daar te komen... als zij dat met een auto moeten, sommige mensen hebben een auto nodig voor hun werk bijvoorbeeld... Um, dan zou je bijvoorbeeld buurtparkeren mogelijk moeten maken. Dat je dus zegt... buurtparkeren? Nou, mensen die dus um, uh, daar wonen of werken, die mogen parkeren... maar mensen die bezoeken, die mogen niet meer in de stad parkeren... Dan maak je echt mogelijk dat er minder autoverkeer mogelijk is in de binnenstad. Maar het probleem is, er wordt ontzettend veel geld opgehaald met parkeerbeleid. Dus dat kan niet zomaar. Dus om dat voor elkaar te krijgen, ja, dat gaat heel veel geld. Kosten. extra geld kost. Uh, en daarom willen partijen dat niet. Maar ja, dan ga je dus allerlei dit soort gekke maatregelen nemen, waardoor je het bewoners onmogelijk maakt om uh, bij hun huis te komen, van hun huis naar werk, weet u, ik wat. U noemt het dit een is gekke niet maatregel, dat die bewoners denken u, dat er geen overlast komt, nee, dat is nee, natuurlijk nee, niet nee, wat dat ze dat zeggen. Duidelijk, maar u noemt het een gekke maatregel, maar u zegt ook in uw betoog, ja, wij zijn ervoor om de hele binnenstad autoliuw te maken. Nou, ik zou het fijn vinden als er minder auto's in de binnenstad zijn. Maar ik vind dat bewoners en mensen die daar werken gewoon uh, daar uh, moeten kunnen komen. Met... Op de plaats van bestemming. Ja. ja. Met de auto. Met de auto. U schudt nee. Ja, mevrouw Stasvara had nu twee uh, grote dossiers door elkaar. Parkeer, uh, dossier en de bereikbaarheid van de stad. En ook in de nieuwe plannen kan iedereen nog gewoon met een auto thuis komen. Iedereen kan komen waar hij uh, moet zijn. Alleen we proberen juist met deze maatregelen iedereen die er niet hoeft te zijn uh, uh, niet in de stad te krijgen. Dat die juist wegblijven. Mm -hmm. En uit onderzoek blijkt dat 60% van de auto's die hoeft niet in die stad te zijn. Zoals we die allemaal de stad uit krijgen omdat we daar alternatieven voor bieden. Uh, en het ontmoedigen om de stad in te rijden. Ja dan zijn heel veel problemen denk ik opgelost. Ja. Ook de parkeerproblemen van vrouw Safari. U herhaalt wat u net zei inderdaad de kentekens. Gelooft u in dat kentekenonderzoek, mevrouw nou, ja, 60% ik, zou er ineens hoeven zijn, volgens u vroeg. Ik, 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 ik vind het op zich mooi dat dat onderzoek is gedaan. Daar hebben, we ook, hebben wij ook naar gevraagd. Um, uh, dus het is ook uh, heel goed dat dat bekeken is. En nuttige informatie. Uh, juist daarom moet je kijken hoe kun je dat verkeer... wat daar niet per se hoeft te zijn... Hè, daar vinden we elkaar, denk ik. Dat je dat verkeer daar niet wil hebben... Maar natuurlijk heeft dat een samenhang met mag je daar parkeren of niet. Als je weet, hè, ik weet in Italiaanse binnensteden, ja, daar, daar, daar mag je als uh, uh, buitenstaander gewoon niet komen met de auto. Nee, dat is gewoon afgezet. Afgezet, maar niet voor de bewoners en, en de ondernemers. Dus dat biedt natuurlijk wel degelijk een alternatief voor de problemen die de heer vroeger hier uh, heeft aangekomen. Nou goed, in oktober gaat het allemaal los, dan gaat het plaatsvinden, dan is dat muntplein opnieuw ingericht. Als wij hier een glazen bol hebben en die gaan we hier virtueel neerzetten... Wat gaat er volgens u gebeuren? Ja, ik heb geen glazen bol. Dus ik, ik vind dat altijd u zo... Je wil geen voorspellingen doen. Nee, uh, maar je bent tegen dit plan. Ja, omdat ik bang ben voor overlast. Als er geen overlast is, ben ik de eerste die staat te juichen. Mm -hmm. ik, eh, ik, ik hoef helemaal niet meer gelijk te halen. Uh, ik hoop dat er geen overlast is. Maar ik ben er wel bang voor. En als die overlast er dan is, dan gaan we nog meer straatjes afsluiten. En dan gaan we nog meer uh, 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 hè, dingen onmogelijk maken uh, in, het, in de verkeersbewegingen. Terwijl ik denk, je moet het echt fundamenteel anders gaan aanpakken. Ja. Meneer vroeger, los van de glazen bolvraag, want u gelooft natuurlijk in dit plan. En we gaan het zien. Maar uh, is het misschien niet in, in, in die verstanden wat mevrouw Safari zegt beter om te zeggen, maak die hele auto, die uh, hele binnenstad gewoon autoluw. Uh, zorg gewoon voor het hele plan uh, in één keer. Dan ben je, ben je toch van alles af. Nou, ik vind het... Uh... Uw vertaling van de worden van vrouw is wel bijzonder. Of de hele stad gelijk autovrij moet worden. Niet de hele stad. Dat heb ik de hele binnenstad. De, binnenstad. De, binnenstad. De, stad. de stad moet gewoon bereikbaar zijn inderdaad voor ondernemers en ook voor bewoners. Voor mensen die er moeten zijn. Ik denk aan al die winkels die bevoorraad moeten worden. Ik denk aan alle cafés waar ook het bier geleverd moet worden. Wat het nieuwe plan behelst is vooral natuurlijk dat de Vijzelstraat eruit gaat. En dat is heel, heel spannend. Maar tegelijkertijd, in 2017 zou de straat dan helemaal dicht gaan vanwege een herrichting. In 2018 tot 2020 zou de straat al dicht gaan via de renovatie van de drie bruggen over de grachten. Oftewel, we zouden al vier jaar lang niet door de vijfstraat en de vijfzegracht kunnen rijden met auto's. Wat we nu doen is eigenlijk ja, dat eigenlijk permanent maken, zodat we rustig kunnen werken vier jaar lang aan de herrichting van de straat. En in via tijd is denk ik iedereen al zo gewend aan die nieuwe situatie dat niemand meer die auto's terug wil. Oftewel, we maken nu eigenlijk een besluit. Maar de facto verandert niet zo heel veel, want die straat zou al vier jaar lang bijna helemaal onbereikbaar zijn voor auto's. Ja, dat is dus door de rode loper die er bijvoorbeeld komt. En de renovatie van de bruggen. En de renovatie van de bruggen. Maar safari, het, het gaat toch wel gebeuren, waar maken we ons eigenlijk druk om? Nou, De toekomst zal het leren. Uh, het is natuurlijk heel mooi dat die bruggen worden gerenoveerd en dat de vuiststraat, uh, die mooie rode loper, dat is natuurlijk uh, allemaal hartstikke mooie ontwikkelingen. Maar ik hoop wel dat er ook rekening wordt gehouden met de bewoners in allerlei kleine straatjes, waar ook kinderen fietsen, uh, waar mensen wandelen. Hofjes. Uh, hofjes. En dat als daar heel veel overlast komt, dat je dat misschien toch weer, eh, dat er de, ook de politieke moed is om dat te heroverwegen. En die aorta, die grote doorstromer, misschien toch weer open te maken. Ja. Um, en andere maatregelen te nemen. Uw waarschuwing is duidelijk, maar ik neem aan dat u dan de rest van de raad wilt oproepen tegen de tijd als het echt niet lukt om uh, het muntplein weer als vanouds open te maken. Als dat nodig is, ja, ik hoop dat ik ongelijk heb en dat alle maatregelen fantastisch zullen zijn. Dat ja. zou natuurlijk het beste zijn. Maar wij zijn bang dat het niet goed gaat. En ja, die oproep hebben we natuurlijk ja, al afgelopen dan, jaar gedaan. Maar de maatregel zou dan moeten kunnen worden teruggedraaid. Wat mij betreft wel. Meneer vroeger, D66 is de grootste partij in deze raad met 14 zetels. U zit in het college. CDA heeft één zetel. Als dit niet goed gaat, bent u dan bereid om... Muntplein weer auto-open te maken? Nou, helemaal auto-open, dat is misschien dan weer heel drastisch. Uh, vorige week is het uh, plan ook besproken in de Preciescommissie uh, Centrum... ...en daar is ook een oproep gedaan van... ...zorg dat je de maatregelen die je neemt ook terug kan draaien. Uh, denk bijvoorbeeld aan op Muntplein... ...zorg dat er aansluitingen zijn voor een verkeersregelinstallatie... ...een stoplicht voor het geval dat nodig is. En is, dat is wat we doen overal in de stad. We maken uh, wijzigingen. Maar bent u bereid om gewoon het Muntplein weer open te maken... ...als het is mislukt? Ik denk niet dat het gaat mislukken, maar uiteraard moet je altijd, als het echt blijkt helemaal fout te gaan, kijken of je je kan corrigeren. Maar vaak, en je zag het bijvoorbeeld ook met dat plein het station, van tevoren zijn mensen altijd bevreesd dat het allemaal vreselijk fout gaat. En in praktijk blijkt het vaak heel vaak goed te gaan. Dus ja. kijk positief naar de toekomst. Ik denk dat de stad een stuk autoluwer wordt. Juist omdat de Orta wat mijn zwaar <coughs> zegt afsluiten, krijg je veel minder verkeerde de stad binnen. Dus ook veel minder overlast, veel meer ruimte voor de fietser en de voetganger. En het gaat ook zorgen dat uh, ook de Vijzelstraat en Vijfstraat ook ja, gaan ontwikkelen tot een moderne stadstraat, waar okay. veel fijner is te verblijven nee. dan nu met alle doorgaande auto's. Nou goed, ik moet het uh, wel concluderen nu, want we zijn door de tijd heen. Maar uh, laten we hopen dat het verkeersinfarct wat iedereen vreest maar van iedereen uh, een beetje oprekent er waarschijnlijk toch niet komt. Dank u wel.